Kies. Wie is dit? Is dat Divino? Ja. Echt? Ja. Alles goed? Ja, nu ga ik de vlog. Ja, dat is goed. Ja, hey, haar is gefixt. Smooth guy. Neem een kijkje in het leven van Cheyenne. Om deze gedreven meid beter te leren kennen. Ze is gek, echt, zeg wat ze denkt. Doet wat ze wil, dus ze heeft veel talent. Zong zonnebloem en ze zong hartslag in de achterhoek en in de randstad. Ze wordt bekend, maar geef er nog even. Zeg het aan je broertjes, zusjes, nichtjes en je neefjes. Ey, vergeet niet te liken, subscriben. Nou, clip release vandaag. Dus ja, dit wordt mijn outfit. Carlussen! We gaan dus nu naar Hilversum nog een paar kleren weggaan. Oh wacht, die moet ik wel even laten zien. Kijk hoeveel troep ik weg heb gegooid. Goed hè? Jana draagt het allemaal. Zo lief. In ieder geval, Fio, kom we gaan. Wat doe je nou lang? Nee, niks te krikken. Ah, dag kleren. Oh, ik ga jullie missen. Oké, waarom doe je dit? Oké, maar wil je op een boot? Maar Al kan even al boot vissen op 28 juli. Dan gaan wij het ook doen. Maar dan moeten we DJ regelen. Ja, zelfs dan. Ja. Hallo! 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 Nee. Echt? Joy! Joy! Hi! Yes! Oh! The struggle is real. Ik ben aan het net 1 minuut er emo. Ja, je weet hoe ik ben. Hallo, dames en heren, jongens en meisjes. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Ik ben heel erg blij en dankbaar. Het was heel erg het laatste moment. Maar omdat het gewoon een fantastische dag was om Deja Vu te schieten, had ik toch besloten, ik wil het gewoon vieren. Met een beetje wijn, met een beetje cola, met een popcornhoudertje. Applaus voor jezelf! Mike Static heeft deze geregisseerd. En ik dacht, laat me gewoon in zijn DM sliden. En vragen van, kunnen we een clip maken? En hij was gewoon into it. En toen hebben we dit kunnen maken. Oké, laat me wat sneller praten. Ja, oké. Okay. Bam, hartslag gedaan. Bam, zonnebloem gedaan. Bam, Deja Vu, clip, Deja Vu. Jullie komen. Yeah. Divino, heb je iets liefs te zeggen tegen Cheyenne? Nu, en het voelt als gisteren, het voelt als een déjà vu. Ik breng die dingen, want ik kan af en toe echt ook zingen. Vandaag weer haasten. Ik ben eigenlijk iets te laat nu. Noord-Zuidlijn opening met Sherifa, Villarijs en Giano. Door die video release was ik mijn tas in de auto vergeten. Die is nu bij mijn moeder. Mijn scootersleutel zat erin. En ik moet de scooter naar de stad. Want dat is de beste manier in Amsterdam. Dus alles gaat nu al een beetje mis. Oeps. We zijn gearriveerd. Super hectisch. Ik moet nog make-up nog doen. Wat moet ik nog meer doen? Nu een nieuwe setlist maken. Yeah. Een nieuwe setlist maken. We gaan veel nummers skippen. Oh. Wat een feest.
Update. Leg uit wat er gebeurd is, alsjeblieft. We hebben in onze rider staan 4 mics en 4 standaard. Mm-hmm. Wat zien we daar? 1 mic, 1 standaard. 1 standaard. We gaan nu op zoektocht. Missie is... Drie. Naar... Hoeveel mics? Ja, 3 mics ja. Eigenlijk. Max 3, 2 kan ook. Dat ja. Maar het liefst 3. Ja, oké, succes. We zijn er bijna. Bijna. Twee mics. Ja, nee, het is gewoon naast ons. Gewoon waar onze kleedruimte is. Daar heb ik het gevraagd. Zo haast. Het is een gezegde. Appel valt niet ver van de boom. Dat het dichterbij is dan je denkt. Oh. Baga. Zin in? Ja, een beetje heet. En een beetje brak van gisteren. Maar zo gezellig. Ja. Waar u bewondering voor hebt, dat weet ik zeker. Ze zijn allemaal bekend van The Voice of Holland. Ze zijn allemaal powervrouwen, powerladies. We hebben gewoon dezelfde ruimte daar. Dat kan ik u beloven. We hebben ook een officieel moment. Dus het komt helemaal goed. De opening. Yes!